Dat wist hij dan. Maar dat was niet zo heel erg betrouwbaar, dat Donald Stacking, ook niet. Wat is het probleem daar nou mee? Chip in de officiële pakjes. Wat is het probleem daarmee? Is er jou toch iets slapen? Ja, inderdaad. Het is natuurlijk, fysiek is er een keer letterlijk gewoon echt wel letterlijk meer afstand tussen die CCC-chip op het moederbord gecreëerd en de cartridge waarin die CCC-chip gebruikt. Dat betekent dus dat je, zeker als het, als het al vies was enzovoorts, wat ook niet meehelpt, dan krijg je dus toch dat die timing, dat het niet betrouwbaar werkte. Dat je hem meerdere keren moest proberen voordat hij het pakte. Dus. Nou, dit is een typisch voorbeeld van een analoge aanval. Dus, embedded devices. Simpel maar effectief. Nou, je hebt something van. Je hebt het nog steeds? Heb je nog steeds erg te liggen? Ja, het is echt een fantastische praat. Waarom is deze interessant? Dit is namelijk een hele belangrijke geweest. Wat was het bijzonder aan deze quiz al? Ja, nee? Ja, dit was voor het eerst een console die CD's gebruikt, inderdaad. Het is ook een samenwerking geweest met Philips. In die regio, want in die tijd was de CD nog helemaal niet zo wijd verbreid. En Sony had zoiets van, ja, dat is een prachtig medium om heel veel om te slaan. En ja, hoe kunnen we dat gebruiken? Nou, je ziet al aan de hardware van, het is duidelijk een flinke tijd na de Nintendo. We hebben wel iets 33 MHz van. 2 MHz geheugen, 1 MHz videogeheugen. En we hebben nog wat geheugen voor audio. Dat is natuurlijk ook beter. Waarom zijn er nou, is er nou zo veel geheugen gereserveerd dan voor audio of zo? Denk je niet? Ja, dat niet alleen. Maar je hebt sowieso veel meer geheugen nodig vanwege het medium wat je hebt. De CD moet je soms een hele tijd wachten voordat je weer iets kan inladen. Dat is een CD werkt. Dus het is wenselijk dat je flink kan bufferen als het nodig is. Nou, het operating system, dat is een echte operating system op het apparaat. En 512 kb. Dat lijkt weinig, maar het is veel hoor, voor het besturingssysteem. En voor de duidelijkheid. Ja, Albert? Ja, ik vind het ook wel leuk. Ik weet niet of je van plan was om het te zeggen, maar dat het begonnen is als een Nintendo upgrade, hè? Dus, klopt. Erg grappig. Ja, alleen Sony had zoiets van, we doen het zelf wel. Ja, Nintendo zag uiteindelijk niks in die CD. Ja. Geweldig. Ja. Keuzes, hè, die bedrijven maken. De PlayStation heeft heel veel verschillende versies en revisies. Want, ik zei dat al, ook Philips werkte hier aan mee. Je hebt dus hele rare dingen gehad van Philips CDI en allerlei andere rare consoles, waarbij dan in een Nintendo games kwamen kijken. Op een gegeven moment waren ze allemaal met elkaar aan het praten. Die gekke, waardoor je hele gekke combinaties kreeg van bedrijven die lekker samen games maken. De Sony PlayStation is vrij apart, omdat er heel veel revisies van bestaan. Ook als je gaat zoeken op de modellen, vind je die ook. En ze verschillen eigenlijk op een hele hoop manieren qua features. De nieuwe revisies hadden uiteraard minder chips. Dat is veel goedkoper om dat te maken, minder kwetsbaar, dat staat er allemaal op. Maar er waren ook een soort luxe versies, vergelijkend met de upgrades kopen op een aantal van veel, die je ook toen kon bestellen. Waardoor je ondersteuning kreeg voor zaken die met name in de Aziatische markten. Heel erg aantrekkelijk waren. Een goed voorbeeld daarvan is de Video CD. Ik weet niet of iemand daarvan gehoord heeft van het formaat. Het is heel oud. Maar dat was ook een idee van Philips. Dat was eigenlijk de voorloper min of meer van DVD's. En had Philips bedacht. Daar met een bepaalde coderingen kon je dan heel efficiënt video opslaan. En dat ziet er nog best goed uit. Als je kijkt naar welke tijd het komt. En Sony had zoiets. Ze dus ook samenwerken met die formaten en die CD's. Weet ik wat. Laten we nou een soort upgraded PlayStation maken, waarin er ondersteuning zit voor het afspelen van videoscenes. En Sony zelf, zoiets van laten we ook aparte devkits voor het eerst maken. Dus gewoon voor developers die niet hele ingewikkelde
de hele dure development kits, dus computers met toeters en bellen en headphones en ik wat konden betalen. Gewoon een aangepaste versie van de PlayStation waarop iemand dus een cd dat hij kon leggen die niet beveiligd was. En daar werd hij wel afgespeeld. Door een, die verkochten ze op een gegeven moment. En door een foutje zijn die ook gewoon op de markt terechtgekomen. Je kan soms echt officiële Sony Dev Kits dus vinden. Op een gegeven moment was daar een levendig handeltje in, van die apparaat. Want dan zie je dus niks te modden of er iemand op een bijt. Nou, je hebt zo nog een hele hoop van die andere dingen met netwerktoegang, allerlei dongles en fratsen en weet ik veel. Nou, waarom wil je dat in hacken? Ja, nog steeds gewoon een TSC verschillen. En dan met name ook omdat dat een regio probleem is. En ja, Sony had eigenlijk min of meer, ja, noem het even dezelfde fout, en nog steeds maken bedrijven die fout, dat ze heel veel games, hele beroemde games zoals bijvoorbeeld Final Fantasy, waar je vast wel van gehoord, die waren heel erg populair, want toen al, die brachten ze niet uit in Europa, of pas veel en veel later. En de mensen hadden geen zin om anderhalf jaar te wachten daarop. Zeker niet als ze ook Japans spraken, nog niet, zo heel zeldzaam is in bijvoorbeeld Amerika, zeker niet langs de westkust. Dus die wilden verdorie die games hebben, gingen ze importeren, die werkte niet. Dus dat was al een hele belangrijke motivator. Ja, en mensen hadden ook zoiets van, ja, wacht even, dat video-cd is wel heel erg leuk, maar dat zou wel kunnen. Want ja, de Aziatische markt, zeker in die tijd, je kon gewoon online klik, je bestelde een video-cd. Ik kreeg gewoon, in feite, zoals je nu bij Amazon een dvd bestelt, kreeg je gewoon die films thuis gestuurd. En dat wilde je dan ook op je PlayStation, die aan de tv hangt. Kunnen afspelen. Ik was van met VHS-banden te doen. Ja, en wederom, de piraterij is natuurlijk altijd aantrekkelijk. De handel, die dingen. Ja? Maar die video-cd, was dat dan alleen softwarematig een feature? Of was het echt een andere drive die erin zat? Nee, het verschil tussen video-cd en audio-cd en weet ik wat, dat is eigenlijk alleen maar hoe de data is opgeslagen op de cd. Dat zijn andere formats. Redbook, Yellowbook, zo heb je allemaal van die namen. Dan moet je een keertje dan Wikipedia maar opzoeken. Je hebt allemaal van die formaten en video-cd is ook zo'n soort formaat. Dat is de cd zelf. En voor de rest heb je hardware nodig die in staat is om, het is gewoon MPEG nog steeds, MPEG 1 om precies te zijn. De hardware die snel genoeg is om dat te decoreren, op het scherm te zetten. Die berekening te doen. Want daar is de console zelf niet snel genoeg voor. Maar hoe wil ik dat hacking zo zeggen? Waarom zijn er zo'n devices die zo'n wel naar kunnen die niet voor bedoeld waren? Daar zat gewoon extra hardware in, die via CD ondersteuning had. Want het is gewoon daar hebben ze zelf weer gezond spreken. Ja, want er waren op een gegeven moment bedrijven die een soort dongles verkochten die je achterin de PlayStation niet aanbruggen, waarbij je alsnog weer via CD kon spelen. Dus zo lasten ze dat op. Je hebt een waar of niet je poort aan de achterkant zit. Je hebt al 83 verschillende PlayStation modellen. Dus, er is trouwens een reden dat is de PlayStation, ik weet niet of de presentatie later terugkomt, maar dat hij nog steeds populair is. Dat zou je misschien verbazen, maar hij wordt nog steeds gehandeld in deze dingen. Hij is heel erg populair onder audiofielen. Mensen die hi-fi, van die hi-fi enthousiasten. Waarom? Omdat de uitgangen, de kwaliteit van het loopwerk, de uitgangen en de signaalscheiding enzovoorts van de PlayStation is zo goed dat die populair is als een soort cd-speler. Geen genoeg. Het is een heel goed geëngineerd apparaat, wat dat betreft. Nou, wat had Sony gedaan als bescherming? Ze hadden geleerd van Nintendo in een aantal opzichten. Nou, we gaan gewoon de media, dus de cd'tjes, die maken we zwart. Ik bedoel, een cd is een cd, dus je zal op een gegeven moment met een laser iets moeten lezen. Dat maakt dus echt geen klap uit, dat staat er ook al, dat doet helemaal niks. Dat staat alleen maar leuk. Ze hadden zoiets van, nou we doen lead-in codes op de cd. Nu zie je dat ook nog steeds, als je een cd'tje plant, dvd'tje plant, op een gegeven moment zeg je plant, dan gaan we maar writing lead-in. Maar wat had Sony nou gedaan? Je hebt twee lead-in codes, eentje die je zelf schrijft, met je eigen apparaat. En CD's en of lege media zelf heeft ook altijd een soort minimale lead-in-code die aangeeft wie begint op DVD in feite en daar staat ook wat informatie aan. En Sony had zoiets van, nou we maken gewoon op dit formaat voor die PlayStation, zetten we dat stuk wat je niet zelf kan schrijven onze eigen lead-in-code. En
En we kiezen een of andere rare combinatie, verschillende modus. Dus hier staat het Gallup-boek enzovoorts, moet om de hoek kijken. Waardoor het niet zomaar te lezen is op een gewone cd-speler in een computer. Ja, dat is natuurlijk ook een bescherming van niks, want in de kortste keren kon je een cd-opdrijf kopen die dat wel kon lezen. Die niks mogen formaten, dus dat is ook niet echt. Want wat zei Sony nou? Wat wel effectief was, was dit, de meeting cards. Ze schreven op het menu, gewoon helemaal aan het begin, schreven ze SCEI, SCEA, SCE, SCEW. Nou, wat staat hier nou? Amerika, Europa enzovoort. Ze hadden dus een soort hele primitieve regiocode op die CD-schap. Helemaal aan het begin. Dan kon je niet zelfs wegschrijven, want dat staat niet op een plek waar je kan schrijven. Kun je zelfs dus niet aanpassen. En wat doet jouw console nou? Ja, op het moment dat jij dat CD-tje erin stopt, je krijgt ook een boom, een heel mooi Sony-geluidje. Dan kijkt jouw console, de hardware van jouw console, kijk naar wat hij vindt, wat hij terugkrijgt van de CD-ROM-drive. Als de CD-ROM-drive zegt SCEE en jij hebt een apparaat waarin SCEA staat, dan zegt hij, dan stopt hij, dan doet hij het niet. Nou, dat heb je wel meegemaakt als je hem aanzet en je CD-ja doet het niet, of het werkt niet, of het is kapot, of ik wat, dan krijg je ook van dat hij blijft hangen, dan stopt hij gewoon het werk. Dus die verificatie is gefaald en dan blokkeer je console. Nou, dat is simpel. De console simply stops working, de CPU wordt gewoon over. Nou ja, hoe kun je dat hacken? Dat is heel moeilijk. Toen ze eenmaal wisten dat die leading codes erop stonden, gingen bedrijven in Azië gewoon cd'tjes, beschrijfbare cd'tjes maken waar die leading codes al op stonden. Het enige wat je hoefde te doen was even voor jouw regio lege cd's bestellen waar SCEE op stond. Even naar de Europa zijn. Je schreef de game erin en gewoon weer een spaal van de game en je kon hem gewoon weer spelen. Ja. Heel simpel. De swap trick, die is heel erg leuk. Kent iemand die nog? Ja, want die is het ook. Als je wist hoe je het moest timen, was even een paar keer proberen soms, maar dan stopte hij een legale cd erin. Dan ging je dus netjes door die check heen. En als je dan op het juiste moment het cd'tje eruit haalde en je gekopieerde cd erin deed, dan begon je vervolgens alsof die game gekopieerde game te spelen. Modchip. Code injection. Wat doet die modchips nou? Wat doet zo'n modchip nou? Nou, die kijkt gewoon naar de controller en de cd ronddraaien enzovoort. Op het moment dat hij ziet, oh, u wilt SCA, nou hier is SCA. Of nou, gekopieerde cd, die gaat er gewoon tussen zitten en zegt, het is goed hoor. Tegen de chip. Niks van, het is goed zo, zegt de rotchip. Dus datzelfde niks voor, dat is een heel lullig chipje met een paar kabeltjes wat altijd zegt van het is goed, doe maar. Niks meer aan doen. En de hardware, ja. Op een gegeven moment hadden ze dus natuurlijk die devkits in omloop. Dus konden ze zien hoe een devkit verschilde van een normale console. En zolang die parallele poort er nog op zat, konden ze dus gewoon wat hardware modificaties uitbrengen die via de parallele poort jouw console veranderen in een devkit. En dus gewoon ook afspelen wat je erin stopt. Nou, dit zijn nog steeds allemaal voorbeelden van analoge aanval. Je ziet, ze worden wel geavanceerd al. Je kan niet meer met dit soort consoles op een moederbord gaan zitten knoeien, in de regel. Als je modchips ging solderen om dit te doen, had je al een behoorlijke fijne hand voor nodig. Want de koperwaarde wordt steeds kleiner enzovoort. Dat valt al behoorlijk tegen. Oké. Ik maak hier even een begin en dan pauzeer we even. De Microsoft Xbox. Die heeft een Xbox. De hele rechterkant van mijn zaal heeft een Xbox, geloof ik. Nee, dat ik kan, daarmee zeg ik dat ik zou gaan zitten. Ja, misschien is deze ook voor de PlayStation. Ja, het kan. De Xbox is een hele bijzondere, want het is eigenlijk de eerste console die helemaal gebaseerd is op de PC-hack. En ja, waarom is dat? Microsoft had gewoon zoiets van, wij willen een graantje meepikken van de console-markt. En waarom zouden we in vredesnaam een compleet eigen hardware-platform gaan uitvinden als we A, standaard PC-hardware hebben en ook alle software-kennis in huis om dit te doen?
Dus dat was maar een hele simpele keuze. We kiezen voor standaard hardware. En bouwen daar gewoon een aangepaste versie van ons operating system op. Dat wil zeggen, de CPU in een Xbox is in de regel Pentium 3 of een Celeron. Op een bepaalde snelheid. Ja, daar is dat ze niet even snel zijn, deze twee processoren. Maar de manier waarop het apparaat werkt, zorgt ervoor dat het geen plan uitmaakt. Nee, je kan dit ding ook vervangen. Hè. Er zijn mensen geweest die hebben gewoon de chip vervangen door een snellere Pentium 3. Met name omdat slowdown op bepaalde games er zou komen. Dat is gewoon een upgrade. Er zijn ook mensen geweest die hebben het geheugen opgehaald. Er zit maar 64 meg in. Dat lijkt heel weinig, maar 64 meg is best wel veel hoor, voor een game. Het enige wat dat ding doet is een minimaal besturingssysteem aanbieden. Die moet je niet te doen. Met hardware ondersteuning voor iets wat je toch al van tevoren weet. Alle hardware is gelijk. Dus je hebt niet allemaal drivers, maar extra dingen nodig. Dat past nog met de 64 meg. En ze hadden wat ruimte toegevoegd. Je kan ook met een SD-kaart games opslaan. Save games en zoiets. Het operating system van Xbox is Windows 2000. Alleen nog uitgebreid. Ja, raar hè. Dat maakt zich dat gas zoiets van, we nemen Windows 2000. Daar bouwen we gewoon waar het is tegenaan. Voor de rest halen we alles eruit wat allemaal niet meer nodig is voor die console. En ja, dat werkt prima op zich. Het apparaat is verbazingwekkend stabiel. Oh. Een verstandige keuze van Microsoft, toen de tijd was dat nog zeker niet gangbaar, was dat ze al rekening hielden met HD. Dat wil zeggen, ze hadden Dolby Digital en Dolby Theater Sound output is mogelijk in het apparaat, gewoon via Toslink, zo'n optische, zo'n fiber en ding. En er zit component HD-TV output op. Je kan zelfs full HD uitsturen, dat is allemaal niet geweest, maar dat kan er allemaal. Het is best wel bijzonder was het voor zo'n apparaat. En er zit netwerk in en een hardschijf. Met opslag van gegevens. Dus als je bekijkt wat het apparaat kost. Het kost nog eens om €200 op een gegeven moment voor een gangbaar. Het is natuurlijk hartstikke goedkoop voor zulke high-end hardware. Nou, waarom zij dat ding dus willen hacken? Ja, zo gaan we dat aan het uitkomen. Ze wisten welke features het had, welke hardware. Dus dan had iedereen met deze iets van, dat is wel een heel goedkope mediaspeler. Dat willen we wel. Dus ja, XBMC, dat is Xbox Media Center. Het is echt daar begonnen. Homebrew. Dat is wel een heel goedkope server die we kunnen gebruiken. Ja, piraterij, uiteraard. Het staat bij iedere console weer. Het zijn altijd mensen die gratis en voor niets een kopieën willen spelen. Maar dat is bij Xbox niet anders. Cheating en trolls. Wat ook. Microsoft had wat dat betreft gezien dat ze een goed online netwerk zijn begonnen. Xbox Live, oude Xbox Live. En toen hadden mensen ook zoiets van, als we nou gaan zitten knoeien, als we controle krijgen over de console, kunnen we lekker vals spelen. Dat is niks aan te doen. En dus computing clusters, het standaard voorbeeld namelijk. Iemand noemt al ziekenhuizen, dat het ook wel. Het werd gewoon overal gebruikt als een goedkoop rekenwonder. Hoe is de bescherming geregeld van Xbox? Wow. De media? Ja, ik weet niet waarom ze dit blijven proberen, maar het medium, het is gewoon een DVD die erin gaat. En het file system is FAT. Met wat minimale wijzigingen. Het was echt, ik denk dat het nog niet eens een paar dagen heeft geduurd voordat ze wisten hoe ze dat file system moesten uitleveren. Dus, waarom ze dat in vredesnaam gekozen hebben, weet ik ook niet. De hardware en software zitten behoorlijk wat beveiliging in. Xbox zo. Er zit een meerdere chips zitten erin, onder andere een ROM en een flash, die al beginnen te checken via een soort chain of trust. Zoals een ASM begint een ROM, die verifieert al of de flash, dus waar het besturingssysteem enzovoort in staat, of met behulp van hashing crypto, dus standaard PKI-achtige taferelen, of de informatie die daarin staat klopt. En wat bevat het flash? Een virtual machine, een heel simpel virtual machine, wat vervolgens de volgende stap van checks doet.
begint weer te checken of dus de bootloader, bla, etc. Je snapt wel, hier zit het idee van zo'n chain of trust zit hier al in uitgewerkt. Steeds, en je moet natuurlijk heel simpel beginnen met een rom, die checkt de volgende stap, die stap checkt de volgende stap daarop, enzovoort. Het is een implementatie van chain of trust. Dus de CPU die begint gewoon met het uitvoeren op een bepaalde plek in de geheugen, namelijk de rom, die verifieert de flash bootloader verifieert de OS verifieert de game. En zo heb je zo'n hele ketting van checks om te zorgen dat wat er gestart wordt, dat het draait, dat het klopt, dat er niet meer gecommit is. Kortom, bescherming tegen hacking. En zo ingebouwd, gaat er nou iets mis, dan zetten we de CPU, die handel gewoon in hand op. Dus boven dat van het geheugen, daar staat toch niks meer. Dat staat misschien, ja, daar zetten we gewoon hand neer en dan stoppen we het werk. Nou, daar is iets, pas even. Dat betekent dus, als je nu iets wil hacken, dat je ergens die chain of trust moet zien te doorbreken. En niet alleen doorbreken, dat je ook moet zorgen dat die verificaties niet meer gedaan worden. Ja, ergens in die ketting moet je dan zwakheden gaan zien te vinden. Dus wat kunnen we doen? Ja, misschien kunnen we het rom vervangen. Misschien kunnen we het flash vervangen. Ja, flash. Dat zou misschien kunnen. Ja, dan gaan we rom waarschijnlijk weer klaar. En we weten natuurlijk niet, maar dan moeten we signen. Dat is wel weer lastig. Hetzelfde geldt natuurlijk voor die virtual machine. Misschien kunnen we nog steeds zo'n analoge aankoop doen of zo. Dus lezen wat er in het geheugen staat. Misschien kunnen we dan, als we dat weten, die checks kunnen we ontscheppen. Dan kunnen we een mondschip maken. Lastig. Misschien zitten er gewoon exploits in games. Ja, als de game zelf zich niet gedraagt, dan maakt het ook niet uit. Als we gewoon een game exploit vinden en vervolgens onze eigen code kunnen beginnen te laden, dan is het ook gekraakt. Dat is natuurlijk niet ideaal. Denk even weer aan die Sony exploit, waarbij onze weetjes. Ja, zo niet wisten. Dat is niet erg handig en handig gedoe. Dus dat is wel vervelend. Hè? Misschien zit er een bug in het operating system. Dat is wel wat interessanter. Ja, misschien zijn er ook nog andere dingen. Nou. Het antwoord hierop is ja. Op alles. We gaan nu even passeren. Gaan we zo doorheen. Half elf gaan we verder. Ja, 5:30. 10 minuutjes. Pauze toch? Ja, gewoon op.